Willy Overtoom, ja, 15 december, je laatste minuten voor AZ. Nu weer een paar minuten. Hoe was dat? Ja, apart. Omdat ik had er ook zelf niet echt op gerekend. Ik denk heel weinig mensen. En was in ieder geval fijn om weer even te spelen. Ja, dan kom je erin. Dan hoor je gejuich. Dan heb je de bal. Hoor je weer gejuich. En dat ging eigenlijk de hele wedstrijd door. Hoe heb je dat ervaren? Ja, natuurlijk. Ervaar je het als iets heel positiefs. Altijd fijn als je zo goed ontvangen wordt. En het is fijn om te weten dat, ondanks dat je heel zwaar, heel moeilijk seizoen, zeker mentaal, hebt gehad, dat je alsnog gesteund wordt door de mensen hier. Ja, want hoe is het nu met jou en bij AZ? Ja, ik speel weinig. Meer hoef ik er niet aan toe te voegen, denk ik. Nee, want wat gaat er nou gebeuren allemaal? Want je hebt nu natuurlijk al even wat gespeeld, maar ja, er waren zoveel blessures, dat moeten we ook eerlijk zeggen. Wat zit er in je hoofd? Ik weet niet, ik zit van alles in mijn hoofd. Ik wil gewoon straks eerst met de club, met de clubleiding rustig praten. En dan in de vakantie de tijd nemen om een beetje te beslissen wat ik ga doen. Ik heb het op dat ik niet speel naast, zeg maar, heb ik het heel erg naar mijn zin hier in Alkmaar. Het is toch mijn stad. Mijn familie en vrienden wonen hier in de buurt van mij en mijn vriendin. Ik neem rustig de tijd. Het zou zo fijn zijn als het dan hier zou lukken, hè? Ja, dat is het enige wat ontbreekt. Ja. Ah ja, je hebt een nieuwe trainer in ieder geval nog wat kunnen zien. Heeft je kunnen zien voetballen? Ja, maar goed. Mocht ik hier in de voorbereiding nog zijn, heeft hij alle tijd om mij te zien voetballen. Dus dan weet ik zeker dat ik me ga overtuigen. Want zo'n seizoen als dit gaat me niet nog eens overkomen. Nee, want waar is het misgegaan in jouw ogen? Dat kan ik je nu eerlijk gezegd niet zeggen. Misschien de eerste training onder advocaat of zo? Er zijn genoeg factoren. Ik kan naar mezelf kijken, ik kan naar de technische staf kijken. Er zijn genoeg dingen waar ik naar kijk en die ik kan aanwijzen. Maar goed, ik ben niet iemand die veel terugkijkt. Het seizoen is bijna afgelopen. Ik wil alleen vooruitkijken naar wat komen gaat. Laten we dan vooruitkijken en positief eindigen. Europa longt wederom. Ja, is zeker belangrijk voor de jongens die volgend jaar spelen. Ik zou volgend jaar ook graag in Europa willen spelen als ik ga spelen. En het is voor de club heel belangrijk, dus we moeten zorgen dat we deze lijn doortrekken. Wel een korte vakantie dan? Ja, maar goed, ik heb dit seizoen bijna niet gespeeld, dus korte vakantie maakt mij niet veel uit. Dankjewel.